kijkers van Bomb Games. En dit is weer een nieuwe episode van de Learn the Beast serie. Het is nu gewoon een dag verder. En ik dacht, ik heb wel zin om even Feed the Beast te spelen. En ik ook vrij mijn geluid zachter zetten. En het is wel in principe fijn om even een paar episodes klaar te leggen. En zoals je weet was ik vandaag van plan om een opslagsysteem te maken. En zodat ik de hele tijd snotter, want Maxime heeft me gewoon aangestoken. Hij was heel erg verkouden en ik ben nu ook verkouden bij hem geworden. Maar we waren van plan om in principe gewoon een opslag te gaan maken. Maar daar heb ik een klein probleempje voor. Ten eerste heb je... ik was van plan... Trouwens, ik moet even wat spullen wegleggen. Ik was van plan om een systeem te maken met... even kijken, ik zal het bijpakken, de mod. Het mod... .logisticpipe. En dit is gewoon een heel handige mod om in principe... Want je zou denken, in principe normaal gebruik je Applied Energistic met een ME systeem. Maar ik denk een keer wat anders. En je hebt hier heel veel verschillende dingen. Dit is de Applied Energistics mod. Of Logistic Pipes. En hier heb je heel veel pipes en dingen. En dan begint het eigenlijk allemaal om alles te kunnen doen. Heb je in principe een basic Logistic Pipe nodig. En als je die opent zie je. Je hebt twee gras nodig. 1 redstone torch. 2 cobbles van transport pipes. Niet zo moeilijk. Een rest van golden chip. Dat is in principe goedkoper dan een gear. Maar dan nog iets anders nodig. En dat zijn dit. Een diamond transport pipe. En daar heb je 2 diamonds voor nodig. Toch? Ja, ik kan niks anders. Nee. Je hebt er 2 diamonds voor nodig. En zoals je ziet, we hebben nog totaal geen diamonds. Dus dat kan er in principe al niet gaan worden vandaag. Maar ik denk, we hadden toch wel pijlen nodig. En ik ga denk ik toch, omdat ik al wat spullen had klaargerecht. Mij staat al in mijn inventory. Dan pak ik weer even de mod erbij. Of de... hoe heet die? Ik weet nog wel van mij hoe die in elkaar moet. Als ik het goed heb. Hoezo? Dat is ook een mod, was het ook weer. Deze, volgens mij. Zo. Dan zo. Zo en dan zo. Of dit moet ongerust worden. Ja, de Terminal Expansions mod, de Agnus Extruder. Dus deze hebt, dit is een hele handige, weet het, hiermee kan je met lava bijvoorbeeld en met water kan je hier obsidium maken. En als je ziet, we hebben nog geen diamonds, dus we kunnen geen normale obsidium hakken. En we hebben in principe obsidium nodig voor heel veel dingen, ook voor een paar andere projecten. Zoals je ziet was ik al begonnen aan, ligt die hierin? Volgens mij, nee, echt hierin. Zoals je ziet, hier ligt een XP drain, daar ben ik heel leuk pannetjes mee. Maar, dus we hebben in principe deze nodig, maar deze heeft natuurlijk ook power nodig voor zichzelf. En ik was trouwens ook van plan om dat hier te gaan doen. Dus ik ga nu even snel hier een ruimtje maken waar we al deze spullen van Terminal Expansions kunnen gaan plaatsen. En dan ben ik zo bij jullie terug. En dan hebben we in principe de eerste kamer klaar waar we al onze dingen willen gaan plaatsen. Ziet, heb ik gewoon even een kleine ruimte. Waar kan gaan dus nog groter worden waarschijnlijk. Maar in principe, dit is groot genoeg voor het begin. Gewoon hierachter, gewoon hier komt in principe de vloer moet ik nog doen eventjes. Maar ik heb eventjes... Het basic interieur wil ik zo gaan doen. Ik vind in principe gewoon een goede combi van dit mooie sandstone kobbel met fitted sandy stone. En met wood en gewoon met normale ook wood planks. Maar ik moet even kijken waar ik deze wil gaan plaatsen. Want ik denk dat ik hier in principe mijn rij met machines wil. En misschien nog omhoog, boven ook nog. En dat ik hier dan achter mijn energiekamer wil maken voor in principe... Terminal Expansions en misschien ook wel voor Industrial Craft. Voor mij zit het niet meer in, die is anders geworden de naam. Maar in principe voor al die dingen. Zoals de Macerator en zo. Je kan even denken, de Igneous Extruder, waar wil ik die? Ik denk een beetje aan het einde. Ik zet hem hier neer. Zo je ziet, dit is de interface ervan. Informatie, makes water en lava to... mix water en lava to make different types of Igneous Rocks. En dan hier, Turial, dat is dan... Nee, shit. Dit configuration als je op ding moet je gewoon met, als je dit allemaal weg wil hebben, dat die output en input voor mij is blauw is input en oranje is output en niks is gewoon niks. En als je dat allemaal, als je dit allemaal verschillend hebt staan, gewoon met shift en met de linker muisknop erop klikken op de middelste en dan gaat alles gewoon naar normaal toe. Misschien kan je hier nu met wat is dit? Kun je nu kiezen wat je wil maken, cobblestone, stone of obsidian. Wij willen natuurlijk obsidian gaan. Maar hier moet natuurlijk dan water in. En de andere kant moet er lava in. En dat moeten wij gaan aanvoeren. En in principe hebben we ook power nodig. Is niet? Dus hebben we ook gewoon power nodig. Lijkt me logisch. Dus dan moeten we even gaan kijken wat we power willen gaan doen. Dan gaan we eventjes naar... Vergeet het welke mod het is. Het is Terminal Expansions. Oké, en typen we gewoon hier onderin, @mod.logisticpipe.
punt terminal. Terminal expansion. En dan gaan we even kijken wat we allemaal hebben hier. We hebben hier de ores, de fund, allemaal machines. En dan zien we hier een steam dynamo, een magnetic dynamo, een compression dynamo en een reactant. En wij gaan over een tijdje, gaan we als we naar de nether kunnen en die pomp kunnen plaatsen, gaan voor de magnetic dynamo. Maar daar hebben we gewerkt op, dat is gewoon, oh het is niet eens zo heel duur. Maar om nu te beginnen gaan we denk ik een, waar zit hier de clockwork? Nee hè? Of wel, die is weggehaald. Maar we gaan denk ik eventjes voor de steam dynamo, daar hebben we copper, redstone, zilver. Oké, dan gaan we eventjes maken, ik had net nog wat redstone gevonden. Dus pakken we, wat hebben we even nodig? Even kijken. Twee redstone en één zilver. Zilver, zilver, zilver toch? Ja, zilver heb ik wel, maar nog niet gesmolten. Dus laat ik even snel even smelten. En ik kwam erachter dat hier gewoon in deze smelter, er zit geen raven maar in. Dus we kunnen hier niet meer laten werken. Dus ik moet er gewoon eventjes via een furnace smelten. Dus heb ik hier dit. En dan zo, zo. En dan hebben we in principe ook andersom. Zo, en dan hebben we een redstone in transmission coil. En dan moet ik eventjes copper, stone gear. Oh, we gaan even beginnen met twee wooden gears. Dat is zo. En dan moet ik deze eventjes zo maken. Hoppa. En dan doen we er eventjes wat kobbel omheen. En dan moet er nog iron volgens mij worden, zeker nog. Nee, stone. En dan kan daar gewoon koper omheen. Maar had ik al koper gesmolten. Hè? Ja, dan hebben we 1, 2 blokken voor nodig, gok ik. Zo, even mijn inventory moet echt gewoon een keer goed kunnen gecreëerd kunnen worden. Want het is echt een beetje rommelig. Pakken we deze, doen we even 2, 2, 2, 2. En dan plaatsen we deze stone gears in het midden. En dan hebben we deze. Moeten we nog één redstone pakken. En dan kunnen we deze machine in elkaar gaan zetten. En als je ziet, hebben we nu de steam dynamic generates energy redstone flux grass water en solid fuel steam maybe we punt in instead. Oké, dan hebben we deze en dan gaan we die denk ik in het begin gelijk even hier op plaatsen. Of kan die niet, staat hij normaal omhoog of zo? Zou ik hem eronder zetten denk ik. Dat moet nu eventjes volgens mij. Want we hebben nog niet een wrench. Maar hier moet dan water in. En wat kool. Dus dan gaan we eventjes. Ik ga eventjes kijken. Want ik had nog twee buckets volgens mij. Ik had hier een bucket. En in mijn bag zat maar ook nog een bucket. Of niet. Ik ben er kwijtgeraakt denk ik. Ga ik eventjes wat water pakken. Oh het is nacht. Zo maakt niet heel veel uit. Want in deze baan komen in principe voor mij bijna geen mobs voor. Het is wel fijn. In principe het gewoon s'nachts niet echt monsters. In deze biome. Ik weet niet zeker of dat zo is, maar ik heb nog in principe in deze biome nog niet echt mobs gezien in de avond. Dus waarschijnlijk zullen die niet hier spawnen. Dat is in principe heel fijn, want dan hoeven we daar ook niet meer iets voor te bouwen. Om ze tegen te houden, maar heb ik eventjes wat water. En dan gaan we eventjes dit ding vullen met water. Dan zit hier water in. Kunnen we later gaan doen nog met een Aqueous Accumulator. Maar die moeten we nog even gewoon gras tin. Oh, die is heel duur. Kan ik misschien nog even offscreen maken. Want dit is in principe, dat is in principe een apparaat waarmee je, als je hem ergens neerzet, dan moet je daar pijpen met pipes. Kun je daar pipes. Kun je daar water mee naar machines brengen. Zodat die in principe automatisch gevuld worden. En dit ding heeft ook water nodig. En lava. Dus ik moet eventjes snel wat. Nou, ik heb even mijn andere bucket nodig. Want ik had er twee, dat weet ik zeker. Zat hij hierin? Nee, hier zit geen bucket in. Hierboven zit ook geen bucket. Hier zit ook geen bucket in. Hier geen bucket en hier geen bucket. Nou, dan moet ik nog even één bucket maken. Oh, dat ga ik weer net niet. Achter doe ik dat even nu met eentje. Anders maak ik hier nog even snel binnen een infinity water pool. Want het is altijd handig eventjes om hier binnen gewoon te hebben. Hoef ik steeds ver te lopen. Dus ik ga nog even een paar water maken met een pool en dan ben ik zo weer terug. Oké, ik heb nu eventjes deze met wat meer water gevuld. Ik heb deze met wat water gevuld. En ik heb hier, heb ik eventjes in deze hoek,
best wel fijn. In principe gewoon makkelijk eventjes een poeltje gemaakt. Ik pak nog een beetje water om die dingen bij te vullen. En dan ga ik eventjes, oh, nog eventjes wat lava zoeken. Hier gaat nog eentje en dan ga ik die even opvullen. Want lava hebben we in principe gewoon nodig om die dingen te kunnen maken. Om een obsidian te maken. En daarmee ga ik denk ik in principe als eerst een nether portal maken. Zodat ik een nether lava kan halen. Want dan kan ik hier in principe hier gewoon power maken. En dat is nog veel makkelijker. Deze folie moet nog even twee keer water in. En dan ga ik daarna ga ik eventjes. Want hij moet op wat ropen. Hij moet in principe hij moet kool hebben om te kunnen ropen. Maar dit ding. Maar we hebben in principe. We zitten in principe. Hier ziet we hebben geen kool. Hier is nog geen kool in. Hier is nog één kool in. Hier is voor mij nog twee en twee in. Vier. Oh, ik kan misschien die vier wel even gebruiken. Maar we zitten ook heel schaars op kool. Dus ik was in principe ook van plan om misschien al in de volgende episode of in die episode daarna. Maar wat nog in de buiten. Om eventjes een weten te maken. Een tree farm. Niet dezelfde zoals in het vorige seizoen. Met met Steve Cards. Maar gewoon met een andere manier. Die in principe wel wat verdediger is. Maar daar hebben we in principe ook power voor nodig. Dus nu zo. Daar gaan we nu eventjes lava zoeken. En ik heb in principe een mijn. En die zit eventjes een stukje verderop. En die kan ik ook gewoon laten zien. Maar in principe als jullie willen dat wij gewoon ook af en toe episodes met Gaming Kingdom samen doen. En dan moet je gewoon zeggen in de reactie. Dan gaan we zorgen dat wij in principe gewoon een paar episodes ook met hun doen. Zullen vast wel leuk zijn voor jullie. En wij vinden het ook leuk om in principe gewoon samen een paar episodes te maken. Maar zoals weten. Als jullie nog niet wisten. Het was gewoon een bedoeling. Dat er dat er een gezamenlijke werkplaats kwam waar in principe gewoon met z'n allen dingen gaan grote dingen gaan craften. En wat is dit? Barley seeds. En ja, hoef ik niet. En als je ziet, hier heb ik in principe de laatste tijd heel vaak gemined in dit dingetje hier beneden. En daar is trouwens nog kool. Ik spring eventjes, is dat water? Dat is gewoon water, toch? Ja. Spring even hieruit, wat is dat? Ferrous ore. En je moet eventjes gaan zoeken naar een ingang. Kopper. Is dit een copper orbi bush? Gaan we even kijken of we iets kunnen vinden. Zilver niet nodig. Iron ook niet echt nodig. We moeten nu even gaan kijken. Een bed en een zombie. Zombie. Ik heb misschien dit seizoen pas één zwaard gebouwd. Het kwam echt heel moeilijk uit trouwens. Zwaard gebouwd omdat in principe het niet nodig was tot nu toe. Niet echt. Oh shit. Hij oont me. Oké, okay, even kijken. Het zit hier nog een marble. Maar ik heb in principe. Is dat nou, nee, dat is tin. Oh, shit. Ik weet wel wat ik ga doen. Ik ga dit dingetje eten. Want ik heb in principe nog een armor, ik heb nog niet geen goed zwaard, dus ik kan in principe nog niet goed verdedigen. Maar ik heb nog nooit zo'n probleem gezeten en dit is aluminium. Niet nodig. Oké, zombie, kom maar, ik ga je vermoorden. Oké, ik ga snel wat eten nog, gaat nog sneller. En dan ga ik nu even snel proberen wat lava te zoeken. Zo. Nou, daar zijn ze. Ja, mijn boog gebruiken, maar die raakt zo zijn niet eens in heel weinig hits. Yo, kijken, mis. Rot aan die ding is. Oh nee, nu is mijn ding ook kapot. Oh, handig. Je ziet, de server rekt wel een beetje, natuurlijk heel zwaar is deze mod. 186 mod. Voor één modpack is nu echt heel veel. Gelukkig heb ik dat golden appeltje gegeten. Dus nu even snel zoeken voor de spam op mijn spot button die je nu hoort. Maar het is in wel beter volgens mij dan al die reis op de achtergrond van ons computer zelf. Snel, dood. Oké, die is dood. Ik heb niet echt iets van. Ja, ik ga met de stick vechten. Oké, die zombie zit daar vast. Mooi. Dan moet ik eventjes wat gaan zoeken. Dit werkt hem volgens mij niet, hè. Hier is nog zo'n ding. Deze ding is heel handig voor als je aan het minen bent. Gewoon een ding breken of gewoon een beetje erop slaan. En dan krijg je allemaal dingen. En hier staat de creeper. En jij mag in principe van mij pakken. Gewoon een knop over. De boom. Boom. Top. Oké, verlopen. Ik zoek natuurlijk lava. Is dit? Or heb ik niet nodig. Ik zoek gewoon wat lava. Oh shit. Angry zombie.
Oh nee. Shit, nog meer zombies. Het is veel te druk hier. Veel te veel zombies. Eventjes lopen dus. Ik moet wel ergens lava kunnen vinden, toch? Ik moet in principe wel... Oh, waar zit die, joh? Camper. Eén hartje damage? Oh, daar baal ik van. Oh, shit. Wij hebben geen problemen. En dat is niet fijn. Oké, okay, ik zie hier iets. Dit is te herkennen. Dit is van mij, volgens mij. Of niet? Niet van mij. Snel het eten. Bakken van dat dit zo schroom gaat, zeg. Zo, critical, mooi. Mooi nog, critical. Ga dood. Oké, okay, ik ben nu buiten. Nu moet ze gaan branden. In principe. Horst in de fik te vriezen. En hij durft niet meer te komen. Mooi. Maar ik moet eventjes iets vinden. Vorige keer ging het heel makkelijk. Ik vond het echt om de hoek. Maar ik weet niet precies waar het was. Dat is het probleem. Hier is het water. Oké, okay, eventjes zo. Omhoog. En dan moet ik even kijken. Zo. Top. Dit is zilver. Uranium. Daar van toe. En ik ben bijna dood. Dus ik ga eventjes wachten. Ik ga even draven zoeken en dan ben ik zo weer terug. En ja hoor, wat is gebeurd? Ik ben dood gegaan. Ik ben bezig. Ik dacht, ik weet nog wel wat. Bij Gaming Knell zei gewoon een mine onder een huis. En daar hebben ze ook een lava pool bij. Dus ik dacht, daar ga ik even naartoe. Maar ik was vergeten dat die ding op kon. Dus hij was even op. Dus ik kon hier niet meer klikken met mijn Stealth Traveling. En gelukkig weet ik nog waar het was. Ik even dingetjes gooien. Dus daar ga ik nu even naartoe lopen. Het was op. Even kijken. Ja, ik moet daar naartoe. Het is best wel dichtbij in principe. Ik moet op 100, 250. En dan moet ik gewoon hier lopen. Gewoon rechtdoor lopen. Een stuk. Dat is het enige wat ik weet. Want daar wist ik nog wat, waar mijn dingetje was. Hier was ik er voor mij in het begin ingegaan. Ik weet niet. Voor mij lag hij nog verder. Of het is een andere cave. Het is gewoon een hele andere cave dit. Oké. Okay. Nee, hier staat dit ding. Maar ik weet niet, was ik hier nou gevallen? Nee, ik was nog verder gevallen, want ik was eruit gegaan. En dan was er nog eens. Toen gebruikte ik me nog eentje, maar die is meer naar achter. Dus hier moet ik eventjes hier overheen zien te komen. En ik weet dat hier een pad is. Dus moet ik even overheen. En dan ga ik eventjes hier achter. Ik heb het eten. Top. Eet, eet, eet en eet. Oké, okay, en dan ga ik even lopen. Gelukkig zit er een tijd op van 5 minuten, dus dat moet ik makkelijk redden. Gelukkig wist ik nog waar het was. Anders was ik helemaal de sjaak geweest, want ik had allemaal goede dingen bij me. Nog een beetje eten. Voor mij was het... Waar was het? Wereld. Laat niet. Fijn. Ben ik nou helemaal verdwaald of... Richter mij. Het was een beetje hier in de buurt. Ik baal ik die staf nu niet meer heb, want dat was wel een fijn dingetje. Nee, niet hier, niet hier. Ik viel wel echt in een andere, dit is een heel andere biome. Ik moet daar in die biome, dat weet ik wel. Dat ik in die biome was doodgaan. Want zag ik nog van boven. Hier ben ik doodgaan. Sowieso. Maar is dit nou dezelfde, hè? Ja, dit is gewoon dezelfde. Ja. Want het zit er... Oh, ik denk dat dit gewoon... Ik was daar gevallen. Maar was ik daar of zo? Nou, ik was nog wel in deze geval. Want ik denk dat ik helemaal terug die kant was opgegaan. En toen ik daar ergens uitkwam. Ik vond mijn gevoel was het hier wel, toch? Nee. Niet van mij. Ik zie wel dat het pad had ik gemaakt toen nog. Nee, het was echt een andere. Shit, nu raak ik mijn spullen kwijt voor de tweede keer. Dat wil ik niet. Het is niet fijn. Het is niet chill. Oké, snel deze dingen pakken. Dan kan ik omhoog. En dan kwam het zo meteen genoeg heb. En ik ben zo bij jullie. Terug.
Oké, ik ben nu nog steeds aan het zoeken, maar ik kan het echt niet vinden. Ik weet het ook niet meer waar ik precies dood ben gegaan. Dus het wordt nu even zoeken en dat alleen maar om een beetje lava te vinden eigenlijk. Dat is wel zonde. Maar ik in principe het was. Wat ben ik verloren? Ja, mijn boog was helemaal niet goed of zo. Er zit niks bijzonders bij. Mijn ex die was in principe gewoon redelijk, maar ook niet de best. Verder had ik nog een bucket bij me en dan twee waardeloze stukjes armor die ik had gekregen van een mob. En dat was het in principe. Dus in principe, ik ben niet veel kwijtgeraakt, maar ik ga nog even snel door met zoeken. Je ziet, het is 's nacht en er is gewoon geen één mob hier te vinden. Dus ik ben niet hier dood gegaan. Ik viel echt wel in zo'n cave vaak, die hier ook zit. Wat voor mijn gevoel? Ik weet het niet. Waar dat rolt, misschien. Nee, ook niet daar. Ik ga nog even een klein beetje zoeken. Misschien nog een beetje die kant op. Voor mij, het kan daar zijn. Ik weet niet precies. Maar dan ga ik eventjes hier omhoog. Oh, er zitten hier wel mobs. Maar dit is misschien gewoon weer de normale biome. Zo, dus ik ga eventjes hier een beetje assassin spelen. Mooi, die heb ik gehaald. Zo, even hier op. Hop, hop. En ik denk dat ik gewoon echt serieus mijn spullen kwijt ben geraakt. Maar, even kijken. Misschien nog hier en dan weet ik het ook niet meer. Creepers, mobs. Niet fijn. Snel even weglopen. En dan ga ik denk ik maar afsluiten. Want dan ga ik of misschien wel eventjes weer mijn spullen terug maken. En dan ga ik eventjes hier wat eten pakken. En even bij GameGNL hun huis afsluiten. Dus in principe bedankt voor het kijken. Vergeet niet te liken, te abonneren. Of te volgen Twitter. @BomberGaming. En dan zie ik je de volgende keer weer bij een nieuwe episode. En dan zie je nog iets. Nee. Bedankt voor het kijken. En dan zie ik de volgende keer bij een nieuwe episode. Later.